Welkom bij de video van lokaalvindbaar.nl. Mijn naam is Mark Hoijman. Ik ga je vandaag laten zien hoe je interne links kan maken op je websites. Wat zijn nou precies internal links? Laat ik je dat gewoon even laten zien. Ook heb hier al een voorbeeld van hoe je het invult. Dus ja, ik ga gewoon even naar de mainpage van mijn website. Sportkledingfitness.nl. En even kijken, zeg maar, dit is een interne link. Dus eigenlijk een link die verwijst naar een andere pagina op mijn website. Dus ik weet niet of hij het nu doet, want ik heb wat links heb ik veranderd in de indeling. Dus we gaan gewoon even kijken, inderdaad. Nou, dan komt u dus terecht bij Sportkleding Fitness Heren. Ja, heel belangrijk voor je SEO om interne links te gebruiken. Zodat Google ook weet naar welke pagina's je wil toeverwijzen. Nou, hoe maak ik dan die internal links? Ja, je kan dat natuurlijk handmatig kan je dat doen. Dat is vrij veel werk. Ja, dan zou ik dus eigenlijk al deze links zou ik handmatig in mijn tekst moeten gaan verwerken. Nou, dat is best wel veel werk en dat kost allemaal tijd. Dus ja, eigenlijk vul ik het simpel in via een plugin. En die plugin, dat zal ik u laten zien, dat is de Internal Link Manager. Deze kan je gewoon downloaden, gratis vanaf WordPress. WordPress.com of WordPress.org, waar je de plugins kan downloaden. Kan je ook gewoon vanuit je dashboard doen. U gaat gewoon simpelweg naar plugins. En u vult Internal Link Manager vult u in en dan zoekt hij vanzelf naar de Internal Link Manager. Daarna installeer je de Internal Link Manager. En hoe kom je dan eigenlijk bij die Internal Link Manager? Nou, dat zal ik laten zien. Dan gaat u eigenlijk in uw dashboard, gaat u naar Extra en dan naar Internal Links. Die staat hier. Dat is natuurlijk pas als u de plugin heeft geïnstalleerd. Wat ik dan altijd doe, ik zeg dat het woord, bijvoorbeeld hier heb ik female, of dat zou eigenlijk dames moeten zijn. Dat zou nog kunnen veranderen. In dames staat misschien even beter als je een Nederlandse website hebt. Ja, ik heb dit. Ik werk dan als een affiliate. Dit komt gewoon uit de feed. Die is gecreëerd door de website waar ik mee samenwerk. Die eigenlijk de sportkleding of de fitnessartikelen verkoopt. Maar laten we nu teruggaan naar de Internal Link Manager. Wat ik dan eigenlijk doe, laat ik nog even teruggaan naar mijn blog. Dus zeg dat ik zeg fitness. Ja, deze verwijst dan natuurlijk naar de pagina fitness, waar de fitnessproducten staan. Ik kopieer de link. Ik kopieer de link in dit veld. Waar u ziet, kijk, in order to delete a key of URL koppel, you must empty the URL field and then save. Dus simpelweg, je vult gewoon de link in. Je pakt het keyword waar je de interne link voor wil maken. In dit geval fitness. Nou, die zal vaak voorkomen op mijn blog. Dus dat is zeker interessant om daar een backlink naar te creëren. Ja, of dat nou naar de mainpage is of naar een andere pagina op mijn website, maakt niet zoveel uit. Dus die interne links er maar komen. Dus ik zeg gewoon simpel save. Ja, dan ga ik u nog één link ga ik u laten zien. Dus laat ik teruggaan naar mijn blog. En zeg dat ik zeg fitness en cardio. Ja, kopieer ik weer de link. En die plak ik er weer in. En dan zeg ik gewoon het complete woord fitness en cardio. Als mensen daar naar zoeken op mijn blog. Of als dat woord voorkomt op mijn blog. Dan zal hij ook verwijzen naar fitness en cardio. Save. Nou, laten we er nog eentje doen. Kijk, u ziet hoe makkelijk het is. Fitnesskleding dames. Nou, die zal zeker voorkomen ergens in mijn tekst. Dus ik ga u zo laten zien. Ja, als een van die woorden dus voorkomt, dan wordt het automatisch, wordt deze title of tekst automatisch, of keyword wordt automatisch, wordt die eigenlijk geplaatst in mijn blog als een interne link. Dus nog een keer save. Nou, ik ben heel enthousiast, want ik kan ook meteen zelf even wat werk doen, wat ik toch al moet doen. Dus vandaar dat ik ook deze video heb gemaakt. Dus zeg ik nu fitnesskleding heren. En dan kopieer ik gewoon weer de link die verwijst naar fitnesskleding heren. U ziet het hier. Kleding ziet u staan. Ik ga weer terug. En ik kopieer hem gewoon in het URL-veld.
Kopieer weer het woord fitnesskleding heren. Zo, en zet die erin. Druk op save. Druk iedere keer. Ik druk gewoon elke keer als ik een keyword save, druk ik even op save. Ja, dan weet je tenminste zeker dat hij gewoon gesaved is. Dat er tussentijds niets gebeurt. Dat hij altijd blijft staan. Nou, u ziet dat deze woorden zijn dus allemaal al aangemaakt als interne link. Misschien dat ik zo direct nog wel even de woorden gym baby. En dus gewoon kinderschoenen. Dus ik kopieer hem weer in. Ik kan ook het keyword baby kan ik bijvoorbeeld, dus mocht dat voorkomen in mijn tekst, dan kan ik ook in plaats van gym baby, kan ik ook alleen het woord baby pakken. En die als keyword gebruiken op deze manier. Dat is allemaal mogelijk. Even kijken, u ziet hoe handig dit is. Ja, je hoeft het in feite maar één keer te doen. Dus de volgende keer als u bijvoorbeeld een tekst plaatst of iets dergelijks op uw website. Of een nieuw artikel maakt. En deze woorden zullen voorkomen in uw artikel. Dan zal bijvoorbeeld fitness zal automatisch verwijzen naar de pagina die over fitness gaat. Of die gaat verwijzen naar waar de producten staan. Ja, dus dit is gewoon een schitterende mooie manier om snel interne links te maken. Met de Internal Link Manager. Ja, ik hoop dat u deze informatie nuttig vond. Nogmaals, mijn naam is Mark Kooijman. Ik ben van lokaalvindbaar.nl. Mocht u meer informatie willen hebben, kijkt u dan gewoon op onze website. U zei het al, lokaalvindbaar.nl. Er staan allemaal trainingsvideo's, voorbeelden. U kan gratis software kan u krijgen, gratis plugins. Schrijft u zich gewoon in de newsletter. Als u een SEO-scan wil hebben van uw website, dan kunt u ook een gratis SEO-scan kunt u opvragen. Uw website wordt dan gescand op 60 verschillende punten die te maken hebben met ranking en SEO. Dus ik hoop dat ik u voldoende op deze manier heb geïnformeerd. Ik wens u een hele fijne dag toe en tot de volgende video.